Je leest het toch wel, hè? Ik heb het allemaal keurig gelezen. In de BEM wordt een unieke school. En dat komt door een aantal zaken. Ten meer omdat het een hele bijzondere plek midden in Groot Bolthuis komt te liggen. Een plek waar niet alleen een nieuwe school komt, maar een plek waar rondom een bestaande boerderij met bestaande grote bomen, een oude waterput die we handhaven, een nieuwe school gebouwd wordt in de vorm van een aantal boerderijen. En wat bijzonder is, is dat je er straks met de auto kunt komen. Het is een speciale zoen- en zoefzone waar je kinderen kunt halen en brengen. Maar als ze gehaald en gebracht zijn, is het een verkeersplein voor de kinderen. Ze kunnen daar spelen. Dan sluiten we het af en dan kunnen ze daar spelen. Een leuk idee van de architect is bijvoorbeeld, iedere school heeft zijn eigen ooievaarsnest. We gaan kijken welke school heeft straks de eerste ooievaar. Maar een ander belangrijk aspect is dat je straks vanuit heel groot Holthuizen met fiets of lopend heel makkelijk op school kunt komen. Er loopt een fiets- en wandelroute door alle buurtschappen heen. En de kinderen die straks in groot Holthuizen wonen, kunnen zonder een drukke weg oversteken naar school. En dat is uniek in Nederland. En dat maakt de hele plek, de school die in de BEM komt in groot Holthuizen, tot een nieuwe woonkamer van het hele woongebied. Duurt langer dan een dag.